dames en heren, goedemiddag. De storm van afgelopen nacht, die vergezeld ging van rukwinden en hevige slagregens, veroorzaakt in het hele land veel overlast. Vooral in het noorden en oosten. Drenthe-Overijssel en de Noordoostpolder hebben de hulp van Defensie ingeroepen. September was al extreem nat, maar oktober staat nu verreweg nummer 1 op de lijst van natste maanden. En het eind van de regenperiode is nog niet in zicht. Een waterval is niet het eerste wat automobilisten zouden verwachten op een autosnelweg. Het gebeurde in de ochtendspits op autosnelweg A28, Zwolle richting Assen. Een tunnel ter hoogte van Hogeveen liep binnen enkele minuten vol water.
stroomt. Als het daar ook bij die paaltjes. Ja, daar kan je verder niet door, hè? Nee.